Autisme en diagnose. Autisme noemen ze ook wel een autisme spectrumstoornis ASS. De diagnose ASS mag alleen gesteld worden door iemand die deskundig is op dat gebied. Zowel een psychiater, een gz-psycholoog en een klinisch psycholoog mogen de diagnose stellen, een huisarts niet. De diagnose stellen is niet makkelijk. Dat komt omdat autisme zich in vele varianten kan voordoen. Bij ieder persoon lijkt autisme weer anders. Een diagnose wordt gesteld op basis van een aantal kenmerken die beschreven zijn. Deze kenmerken worden gedefinieerd in de DSM 5. Dit is het handboek voor de psychiatrie met de classificaties van alle psychische stoornissen. Voor een goede diagnose is persoonlijk onderzoek nodig en worden vragenlijsten afgenomen. Voor autisme moeten meerdere kenmerken tegelijkertijd aanwezig zijn, zoals problemen met communicatie en taal. Moeite met contact maken, gesprekken voeren en dagelijkse omgang met anderen. Eenzijdige belangstelling en gevoeligheid voor prikkels. En zo zijn er nog meer kenmerken. Tegenwoordig kan een diagnose al gesteld worden vanaf anderhalf jaar. Een betrouwbare diagnose kunnen we eigenlijk al stellen vanaf de leeftijd van anderhalf à twee jaar. En dat doen we door heel goed naar het kind te kijken, het kind goed te observeren. En ook aan alle mensen die veel met het kind te maken hebben, en zeker de ouders. Vragen hoe het kind zich gedraagt en hoe het kind zich ontwikkelt. Lastig is wel dat uit het onderzoek blijkt dat we dan vooral heel goed klassiek autisme en soms klassiek autisme met zwakbegaafdheid kunnen opsporen, terwijl we weten dat als het autisme iets minder uitgesproken is of het kind heel erg intelligent is, het toch vaak pas later duidelijk wordt dat we te maken hebben met autisme.